Nou ja, en daar achter me, ja, daar loopt Prinses natuurlijk ook met een rollator. Lieve vrienden, een hele goede, wat is het? Middag. Het is vandaag alweer maandag 20 september. Ja, het loopt alweer aardig tegen een rotdag aan, maar ja, nog 5 dagen. En het is 13:20. Ja, de honden die zijn een beetje gek aan het doen, die moeten nog uitgelaten worden. Maar ja, jullie weten, Frensje zou komen. Nou, ze is er en veel eerder dan verwacht was. Hallo! Hallo! Ja, dus, en ze nam wat mee en dan ben ik druk aan het uitpakken. Ja, piep. Dus ja, dat gaan we verder doen, maar nou heb je de statief niet bij me. Nee, die ligt ergens anders. Dus, Francis, houd jullie vast. Wow! Even ietsje lager, een beetje kantelen. Ja, zo ja. Die honden die zijn echt gek. Oh jee. Oh. En ik heb Karin nog aan de telefoon, ook dat nog. Maar die houdt wij toch even. Wie heeft dit ingepakt? Wie zou je denken, niet ik? Nee, dat dacht ik al. Nee, dat mag jij niet hebben. Nee, Amola. De plakband heeft mag gewoon me gedaan. Marco, je bent gemeen. Jeetje. Pietje schaaf. Dode dingen zijn mij niet de baas. Kan nonna. Een heksenvrouw? Ja! Oh geweldig! Oh geweldig! Oh geweldig! Oeh, wat is die zwaar! En dit is er bezig. Hoe moet je staan? Nee, die moet hangen. Oh, dus jee. Buiten. Ik heb ketting bij en een raak. Ga eens weg. Nou. Hier hebben we mijn donk. Mijn even beeld. Oh god, ik moet hem nog even kwijt. Waar moet ik nog op de zij. Ze moet op de zij in die stoel maar even. Maar ik kan niet rijden, want er is weer wat los. Godje dikke me. Ik kan niet rijden. Ja, hè? Heeft er een brokje ergens neergelegd, denk ik. Kom maar, meid. Ga jij dan maar liggen naar zo'n lange reis, hè? Ja. Ik weet niet waarom ik niet eroverheen kom. Ja, oh kijk. Dat komt ook van Harald. Hele kleine scherfjes. Nee. Hé, af. Nou nee, maar misschien van een ander ding. Wat bij dat een... kan misschien van binnenuit. Nee, ja. Dan moet ik kijken. Maar nee, dan niet. Haha. En nou nog een bezem. Nou ja, ik heb mezelf een fout gepakt. En hij moet buiten hangen, dus jeetje, dat wordt wat. Ja, hij kan buiten, hij kan binnen. Ik zou niet weten waar ik hem moet binnen hangen. Daarom. Dat komt goed. Nou, hartstikke lief, hartstikke lief. Kom hier, schat. Oh, dankjewel. Nou, ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, het is prachtig mooi weer. Geniet van je dag, maar geniet ook zeker met ons mee. Lief, nu, van Francis
En mij natuurlijk, van Corina en de beestenboel. Ze zijn weer op de dijk bezig. Ja, ja, even het gras losgooien of zoiets. Voordat het weer binnen moet gehaald worden. Ik hoop dat jullie dat zien. En de meisjes even uitlaten. Nou ja, en daar achter me, ja, daar loopt Francis natuurlijk ook met een rollator. Ja, ja. Wordt hier getrokken door onze Rijka. Nou, 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 nou. Maar ja, we kennen nog steeds niet rechtdoor, hè, want de stoepen zijn nog niet af. Nee, dus het wordt weer even een stukje over de weg weg. Nu dan hangt de heks dan, lieve vrienden. Ja, wat geweldig, niet? Ja, mooi tussen plantenbakken in. Dus van de ene plant naar de andere plant kan ze heen vliegen. En de dames die gaan zo naar binnen, want wij gaan even de hort op. Ja, zonder de dames. Ik heb er even onze hoofden leeg maken. Moet kunnen. Ja, ik ga eventjes Francis laten genieten. En morgen zijn jullie aan de beurt. Dan gaan we naar Cape Holland. Ja, gaan jullie het water in. Ja, dat doen we morgen wel met de boosters. Maar nu eventjes lekker helemaal niks. Dus ja, wij gaan dus zometeen de hort op. Ik had dat al klaargelegen, de sleutels, mijn zonnebril. Nou ja, jullie gaan uiteraard mee. En we zullen het beleven. Er heeft er ook eentje gebeld, maar wanneer, weet ik niet. Zal ook zo meteen beleven. Oké, dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach, doen wij ook. En geniet ook zeker met ons mee. Lieve vrienden, zien jullie dat? Ik heb even al ingezoomd. Maar al die windmolens, dat zie ik nou pas voor het eerst. Zo helder is dat. Wat vreselijk erg, hè? Heel erg. Ik vind dat niet mogen, hè? Waarom niet het oude? Waarom nou dit? Ik vind het zo zonde. Ze vernielen de hele natuur ermee. Maar ja, wie ben ik? Ja, wie ben ik? Ja, gewoon Corina en de beestenboel. En wie zit er naast me? Onze Francis. Hey. Moet je naar rechts kijken, zie jij dat ook? Al die torens. Windmolen? Nou, die zie ik nou pas voor het eerst. Zo helder is het. Ja. Erg hoor. Nou ja, een teksel voor je neus. Hé? Dat is teksel. Ja, echt waar. Ja. Allebei de boten zijn daar. Er is hier niks binnen. Nee, ik zie geen boot liggen. Ja, en daar het torentje van Den Burg. Mooi, hè? Ja. Het zij de winkel, hoor. Ja. Maar we gaan lekker verder rijden. En dan wel beneden, over de dijk. En dan beneden, als je beneden bent, linksaf. Dus dan gaan we lekker verder genieten. En geniet maar met ons mee. Nou, we nemen jullie eventjes een stukje mee. Kunnen jullie lekker ook genieten van de zee? Lekker fijn, met allemaal bootjes op het water. Maar daar kom ik niet op, nee hoor. Lekker genieten. En meeuwen. Onderaan de dijk. Allemaal meeltjes. Ook nog jonge meeltjes. Die stopt alweer. En wij filmen gewoon nog door.
Hé, wie wat? Is dat een beetje problemen met de booster? Ja, ook dat kan gebeuren. Maar ja, ze heeft zo'n afgekeurde booster van die waar ik een hekel aan heb. Maar ja, wie ben ik? Ik heb niet meer geld. En daar hoef ik geen geld voor te hebben. Ik heb hem van de gemeente. Ja, maar ik niet. Oh, yes. Ik heb het om zelf gekocht. Ah, ja. Dat moet je niet doen. Ja, en wat ik ook gehoord heb, lieve vrienden, is dat onze Bertus, onze zeehond die altijd in de haven bij de vissersbootjes vertoefde, is overleden. Ja, tot onze grote verdriet. Maar ja, we hebben mama dolfijn, zeehondje nog en dat kindje die vorige keer hier weer in de gracht was. Dus ja, allemaal leuk en aardig. Maar ja, nou hebben we weer genoeg gefilmd, dacht ik zo. Daar hebben we het carillon boven de dijk uitsteken. Maar ik ruim jullie weer eventjes op. Ja, lijkt me wel een strak plan. Dus tot strakjes maar weer. Nou, daar hebben we dan een vissersboot. Mooi, ja. Maar we gaan weer even verder, want hoe heet het? Francis die heeft pech met haar booster. Die vraagt te veel stroom. Dus ja, die is bijna leeg. Dus we gaan weer naar huis. En toen waren we weer thuis. Maar ja, ik had Francis op sleeptouw. Ja, die had de riem van Elwing, die ik aan mijn booster heb zitten, wanneer Elwing mag werken. Daar had ze er eigen vast. En ze was zo, racen met me mee. Dat ik reed een beetje, 10 tot 11 kilometer per uur. Op die manier zijn we thuisgekomen. Ze hebben hem nu, doet ze hem aan de lader. Dus ja, ik hoop dat het nou goed komt. Ja, het kan ook best wezen dat haar acculader kapot is. Daar denk ik nu in ene aan. Maar we zullen het beleven, lieve vrienden. Ja, maar ik ga nou zometeen met die dames uit. Dus ja, tot later en geniet maar van alles. En geniet zeker mee met ons. En daar hebben we de maan weer staan. Ja. Echt waar. Hoe mooi, hè? Walkie ervoor.